Hallo mensen, leuk dat je weer terugkijkt naar een nieuwe aflevering. We zijn hier met Rika. En Rika, dit is jouw karakter in WoW, hè? Ja. Ja, en daar spelen we nu op. En we zouden, als u de vorige aflevering hebben gekeken, zouden we naar van Stormwind naar de kermis gaan. Want er is kermis in World of Warcraft. Het is een event. En er worden allerlei soorten events gehouden. En dan kan ik kijken op de kalender. We zien dus dat de Darkmoon Fair begint op zondag. En het is nu 4 december. Ja, misschien als je video ziet is het natuurlijk geen 4 december meer. Maar het was 4 december nu we het opnemen. Leuk om te weten misschien. En we lopen nou op ons gemakje. Ik denk dat ik een mount ga nemen. Dat kan je doen. Ja, ik denk dat ik ga doen. Dat lijkt me hartstikke leuk. Oké. Ik ga een mount pakken. En ik denk dat het een hele gave Queen Potto drag wordt. Een draak. Ik denk dat, zullen mensen jaloers zijn, denk je? Alsof. Nee. Echt niet? Het is normaal? Jawel. Ik heb ook wel een draak die verandert van kleuren. Is die hier wel speciaal? Ik moet een beetje stoer doen natuurlijk. Hoe heet die draak? Weet je dat nog? Oeh, nee. Dat weet ik even niet. Het is een soort chameleon. Hij lijkt heel erg op een chameleon. Is het eentje die aan vliegt? Of, Ja, het is eentje die vliegt. Ik weet niet meer hoe die heet. Of jij de Cobalt Netherwing Drake? Nee, dat is hem niet. Hij lijkt heel erg op een chameleon. Hij lijkt op een chameleon. Het is een draak, echt? Ja, het is een draak, maar als je naar de staat kijkt, het zit in een krul. We gaan gewoon al je pets langs. Oh, de Feature Stone Drake, die is ook wel echt heel stoer. Hoe kom je aan die draak, joh? Hebben die gewoon allemaal gekocht? Nee, je kan ook draken krijgen, maar dan moet je wel dungeons voor doen. Of je moet zoveel dagen wachten om die draak te kunnen krijgen. Oké, okay, je hebt dus in hoeveel jaar heb je dit allemaal bij elkaar verzameld? Nou, ik speel nu 2 à 3 jaar WoW. En ik had eerst een karakter level 90 Hunter, die heb ik nog steeds. Maar toen heb ik Mocha gemaakt, omdat al mijn vrienden naar een andere server gingen. Is het niet de Onyx Cloud Serpent? Nee, hè? Nee, Jade Cloud Serpent? Dat is een groene. Oh, een chameleon! Of een kameel bedoel ik? Kameel, sorry. Ja. Ja, maar die kameel is het niet, hè? Nee, de kameel is hem niet. Oh, moeilijk om te zoeken, want we hebben bijna alle mounts heb ik doorgezocht. En ik zie nog niet iets wat op dat lijkt. Is er een met vleugels? Ja, er is een met vleugels. Hij heeft een beetje vleugels als een Enchanting Fae Linder. Dragon. Ik geloof dat dat hem is, ja. Een beetje met er komen dingen van hem af. Glinsters. Ja. Dat is hem? Ik geloof dat dat hem wel is. Fae Dragon. Oh jeetje, wat een beest. En die verandert van kleur? Ja. Uit het niets zelf of? Uit het niks. En duurt dat even of? Duurt wel even. Deze moet je kopen in een in de shop. Ik weet niet of ik ben nou een Goldshire. Dan moet het ergens een open plek staan. Is het in een kring met een oog en een soort van carnavalhuisje? Ja, daar moet het ergens zijn, geloof ik. Met een portal. En een portal. Die portal moet je nemen. Oké, dan ben ik heel benieuwd. Want ik dacht al, dit is een heel klein kermisje zo. Maar ik kan er gewoon met mijn dragon doorheen. Ja. En nu zien we, het is een beetje een enge kermis lijkt het net. Ja, het is ook wel een klein beetje. Maar daar zie je wel hordes en alliance samen. Maar de horden kunnen je niet aanvallen. Gelukkig. En anders ben ik niet bang voor ze. Even kijken hoor. Ik ga gewoon lopen, want ik zie een heel leuk pijltje. Ik heb dit nog nooit gezien. Ik had ook niet verwacht dat dit er was. Is dit een nieuwe map op kaart of zo? Oh ja. En heb je ook dark rides en zo? Dat weet ik even niet. Ik weet wel dat je dingen kan doen daar, zoals op poppen slaan. Oh. En een kanon gaan en dan moet je, dan word je afgezet. Dan moet je wel in het water landen, anders ben je dood. Ja, en dan een vuurwerk zie ik. Wat en gaaf, er treedt joh. Ook een band op, maar die treedt onder zoveel seconden treedt die daarop. En kan je zelf ook optreden zo? Je kan toch dat metal doen zo, met zo? Dat je het zo doet?
Je kan wel dansen als ik het goed heb. Ja, dat wel. Dans sowieso. Ik ben benieuwd naar jouw dans. Ik ga eens kijken. /dance. Oh, echt heel vrouwelijk sexy dansje heb je. Ja, als je een mens bent, maar vrouwelijk, ja? Dan dans je de Macarena. Ja, klopt, ja. Maar toch niet bij alle krachten. Alleen bij human, toch? Alleen bij een human, inderdaad. Kijk, dat weet ik, hè. Ik heb al een beetje ervaring. Oké, we zitten dus hier nu. Oh, wat een hoop vuurwerk. Blijft dat de hele tijd doorgaan? Ja, dat betekent dat de wind net op heeft getreed. Of op heeft getreed. Nou, ja, getreed voor mij. Ja, het is een heel raar woord. Ik kom er ook nooit uit. Maar ik zie hier allemaal tenten. Kan ik daar in die tenten? Je kan niet in de tenten, maar je kan daar wel tickets kopen. Oh. Zodat je binnen kan in de attractie. Een draaimolen. You need a Dark Moon Ride ticket to use the carousel. Hoe kom ik aan een Dark Moon Ride ticket? Met die vrouw die daarvoor staat, daar moet je mee praten. Dat zou nog geld voor vragen, joh. Daar moet je één van kopen. Oh, kost maar 95 zilver. En dan moet je die boek moet je nou openen. En dan heb je die tickets. 5 Dark Moon tickets. En dan kan ik nu gewoon erin? Ja. En dan kan ik op een object zitten. Oh. Ja. Oh, ik zit op een attractie. Oh, dit is wel gaaf, joh. Cute gedaan dit. Hoe kom ik er nou vanaf? Ergens staat er een pijltje dat je eraf kan gaan. Oh ja, ik zie hem. Ja. Wat cute, hè? En wat voor attracties zijn er nog meer dan draaimolens? Je kan... Er is een schiettent, als ik het goed heb. Ja? Dan kan je, You can shoot. Kun je echt schieten, ja? Je kan daar ook schieten, inderdaad. Je hebt daar... dat je dan in een... soort autootje verandert en dan moet je dingen kapot schieten. Let's shoot, ik ga het eens proberen, ja? Oh, hoe schiet je dan? Kan je klikken erop? Met de 1 of gewoon erop klikken. Je moet op die dingen schieten die dan... moet dat aan zijn gevinkt met zo'n pijl. Ja, hoe? Want ik weet niet hoe ik moet schieten, joh. Met de 1... Oh, shoot. Ja. Oh, hoe schiet ik raak dan? Oh, target hits. Ik heb 1 van de 25 geraakt. Nice. 2 van de... 3 van de 25. Oh, 7 van de 25. Gaat goed, hè? En daaronder loopt ook een balkje af. Als je dan... Ik ga winnen. Liggen. Ik ga winnen. Denk ik. Ik haal het niet, hoor. Wat krijg ik dan als ik allemaal heb gehaald? Dan heb je de missie compleet als je de missie aanhaalt. Nee, ja, ik heb hem aangezet, maar och, ik heb hem niet gehaald, sorry. Het is oké. Het is oké. En een vrouw staat hier met een bar. Oh, ik hoor mensen juichen. Wat is er allemaal aan de hand, joh? Dat gebeurt wel eens. Dan heb iemand gewonnen met de pet battle. En die kan ik nou helaas niet winnen. Dat vind ik jammer. Ja, en ik zie een tent en een quest. Er zijn heel veel questen te doen daar op die eiland. En er zijn blauwe questen, die kan je 1 keer per dag doen. Oké. En er zijn van die gele questen, die kan je gewoon 1 keer per week doen. En hier zit ook een beer zit hier. Ik weet niet wat die beer doet. Dat is de dansende beer. Die heb ik geloof. Ja, die heb ik ook. Wat doet die dan? Gewoon dansen. Als je op de spatie drukt, dan danst die. En hier verkoopt iemand vuurwerk? Ja. Nou, laten we eens even eentje kopen dan. Zo. Even kijken hoor, want ik wil hem gaan gebruiken, dat vuurwerk. Gaaf joh. Pets. Dit is wel even een grote kermis, joh. Moet je kijken wat een grote kermis. En op de kermis is ook een rare. Een wat?
Een rare betekent een zeldzaam dier. Oké. Okay. En de giraf staat hier, hé? Ja, dat, dat vind ik wel de mooiste dieren op WoW eigenlijk. Die giraf, ja? Dat is een heel lange... Het is een mabaka. Apart, joh, dat beest. Ja. Mijn kindermotobello. En er loopt ook, een gnoom, loopt met een touwtje, loopt hij zo met zo'n beest. Het is zo leuk om dit te zien. Hoe droog is dit gemaakt, jongens? Moet je kijken, man. Echt zo bijzonder en apart dit. Kijk, hoe droog. WoW is gewoon een hartstikke leuk spel. Echt, hè? Spelen. Moet je kijken, ze zijn bezig aan de steiger om het te bouwen. En als je dan morgen terugkomt, zijn ze dan nog steeds aan het bouwen? Ja. Oh, dus ze schieten niet echt op hier. Nee. Oké, nou succes maar, meiden. Oh, en een grote aap. Kijk nou. Een Gargantua. Maar wat doet hij dan, die aap? Moet je kijken, wat een grote aap, joh. Dat is geloof ik een dierentuin waar je bent. Dit is een dierentuin, 100%. Ik zie hier beesten als een Lizzie. En hier hebben we een klein olifantje. Jumbo Junior. Oh. Gaaf, joh. En een draakje loopt te slapen hier. Oh, wat lief, joh. Een kleine babydraakjes. Maar die doen niks waarschijnlijk. Hallo. En het leukste ook aan het spel is, er zijn dungeons om ja, met je vrienden mee te doen en dat soort dingen meer. Gaaf, joh. Ja, die dungeons, dat zijn... ik ben er wel eens in eentje geweest, maar wat ik begrijp is dat je zeg maar... met elkaar een bepaalde missie gaat doen. En dan vaak een baas op het einde. Heb ik het goed? Ja. En dat maar we dan... Je hebt 3 à 4 bazen op, in een zoveel? Dungeon. Ja. Oké. Okay. En het ook nog een raid. En dat is veel, ja, veel zwaarder. Een raid, ja, dat ken ik ook, ja. Dat is inderdaad, is dat nog erger, ja? Ja, dat is veel zwaarder. Daar heb je echt moeite ook. Met DPS toen heb ik daar wel heel veel moeite mee. Met helen, nou ja, dan blijf je gewoon staan op één plek en dan heel je de mensen die dan low health zijn. Oh ja, inderdaad. Wauw, maar ik denk dat dit best wel een vak apart moet zijn, denk je niet? Nou, als je het eenmaal bent gewend, dan weet je wat je moet doen. Ja, maar je speelt het 3. I found the bone, look. Do you think it's from a dragon or maybe a giant? Wat grappig, joh. Het kind heeft een bot gevonden. Silly, that's no dragon bone. It's probably from an elk or something. Ze praten tegen elkaar, die mensen. How do you know? Ja, dat gebeurt ook heel veel. Grappig, joh. Echt apart, dit. Kan je, ja, tegen als... die, kan je ook tegen hun praten van... Silly. Mm. Ik zeg silly. Nee. Nee, dat wil weer niet. Maar wel tegen mensen die dan ook zelf spelen. Oké, okay. Oh, er lopen ook kinderen hier door, over die kermis. Ja. En er liggen allemaal blikjes met drinken hier. Wat grappig, joh, hé. Je ziet wel echt heel veel details. Als je, zeg maar, je ziet wel verschil van als je de, zeg maar de versie voor niet betaald World of Warcraft hebt gespeeld. En je ziet het verschil nu als je een betaalde versie speelt. Dat merk ik nu echt ontzettend, want ik zie dingen die ik echt nog never heb gezien. Ik moet je ook zeggen dat ik nog nooit op een karakter heb gespeeld van zo hoog level in de originele World of Warcraft. Dus dat is echt een eer dat ik dit mag doen. Dus daarom ook deze 2 grote video's eigenlijk. En wat is nou nog meer zo bijzonder? Zal ik de kermis, weggaan van de kermis? Ja, is goed. Misschien kunnen we nog even wat leuks laten zien. Wat aparts in de game. Nou, wat ook wel heel bijzonder is. Als je... Bijzonder. Bijzonder. Nice. Als je, hoe heet dat? Hunterpets hebt. Hunterpets. Ja, ik heb ook nog een hunter van level 90. Dan moet ik even opgaan. Dan mag je wel opgaan is als goed. Je wil. We gaan er even uit. We doen logout of exit game? Exit game toch? Ja. En dan moet je Burning Blade opzoeken. Okay, maar... Oh, ik heb exit now gedaan. Dan heb ik heel de game afgesloten. Oei. Oh, silly me. Ja. Even wachten.
Slim. Slim. Het is oké. It's oké. Oké, we gaan nou weer opstarten, hoop ik. Ja, zo kan je wel een heel klein beetje proeven van de echte WoW, of niet dan? Dat wel, ja. Het is wel iets aparts weer. Jong de Rika, hè? Ja. Ik heb mensen even oogjes dicht. Oh, dan moet je mijn code geven. Ja. Okay. 9. 9. 5. 5. 5. 5. 7. 7. 1. 1. 6. 6. Ik geloof dat dat hem was. Nee, doe het niet. Wacht. Oh, heb ik weer. Heb ik weer wat verkeerd gedaan? Oké, nee. Nieuwe code. Ja. 0. 0. 3. 3. 5. 5. 3. 3. 7. 7. 1. 1. Ja mensen, het moet eventjes om in te loggen. En dan WoW 2, hè? Ja. Kijk, zo loggen wij in. Dat is allemaal beveiligd, hè, jongens. Dat jullie niet allemaal met jullie snufkontjes erop komen. Dat is allemaal... Nee hoor. Even kijken hoor. En welke karakter zijn je? De Vivid? Dat is de Hunter? Of... Ted Knight? Moet je teruggaan naar Burning Blade. Oh, met je Change Reel. Ja. Hoeveel karakters heb je wel niet, joh? Heel veel. Damn. Oké, ik ben bij Burning Blade. En dan moet je de eerste. Shishi? Ja. Hoe kom je op al die namen, joh? Ik kijk heel veel anime en daar heb ik de namen eigenlijk dus wel een beetje van. That's it. En kom je trouwens ook naar de YouTube Gathering? Wat is dat? Er komen alle bekende YouTubers komen daar allemaal bijeen. Het ligt bij Utrecht. Ik denk dat dat een beetje te ver weg is van Groningen. Oh damn, je zit helemaal in Groningen verstopt. Ja. Wauw, oké. Nou, ik ben met het karakter en ik loop echt heel snel. Ik loop heel snel met het karakter. Is dat normaal? Dat kan misschien dat ik een van die onderste dingen aan heeft getikt. Ik zit er weer in die mist of Pandaria, zooi. En als je, hoe heet dat? Ergens zit mijn hunterpet. Ik weet niet waar ik hem heb staan, maar ergens. Heb staan. Hunterpet, even kijken hoor. Ik zie wel beast combo. Cheetah? Dat is een soort fluitje. Dat zit in je inventory of moet ik in je rug? Oh, fluitje. Call pet. F doen? Ja, doe maar. En dan en moet je dan? Lok naar hak. Moet je oproepen. Heb ik gedaan, en nu? Dan moet hij komen als het goed is. Uit de lucht of? Nee, hij staat naast je als je hem roept. Hij is dood, dat kan ook. Noem hem even reviven. Hoe doet dat? Dat heet pet reviven. Ik zie niks, nee. Hoe doe je dat, pet reviven? Het is een spreuk, dat heet Petrify, als ik het goed heb. Waar staat het? Revive Pet, ja. Oké, ik ga dat doen. Is het de Locus Hak? Ja, het is een soort wit panter. Ja, klopt, met de blauwe ogen. Ja, en op die panter is iedereen op zoek. Ja? Is dat een zeldzaam type? Ja, dat is een zeldzaam panter. Oké. Okay. Je hebt ook een... Nou, en wat kan je ermee? Die helpen je bij om je te helpen met vechten. Dus die panter is echt een stoer item? Ja. Oké. Okay. Ik zal het zeggen, hè. Kijk mijn panter. Stoer. Kijk, helemaal jaloers. Heel veel hunterpets zijn op zoek naar deze panter. En gaan ze me complimenten geven dan, als ik daardoor loop dadelijk? Nee, dat weet je niet. Maar je weet toch niet? Als je naar dat gebied gaat waar die panter loopt en je laat die panter dan zien, dan denken ze al dat jij hem heeft gevangen en dan geven ze je wel complimenten. En waar is dat gebied? In Noordrend.
Hey, die muziek lijkt net al op Minecraft muziek. Soms, ja, soms wel. Even kijken hoor. M. En dan? Ja, ik weet niet zo goed meer hoe ik dat moet doen. In Pandaria heb je wel... Naar Noordrin toe, een portal. Even kijken hoor. Goedemorgen. Waar zo? Moet ik heen? Golden Ster, Golden Pagoda. Golden Ster, maar daar heb je dan, hoe heet dat? Ergens een portal zitten, in Pandaria zelf dan. Bij de portals is een portal naar Noordrin toe. Zal ik eens kijken dan? Ik weet nou hoe ik er kom. We lopen ergens in een hoek aan de andere kant. Niet waar Stormwind, maar aan de andere kant. Dus aan de linkerkant? Ja. Je hebt twee kanten waar portals zitten. De ene kant is van Stormwind. Stormwind! Aan de overkant heb je ook nog portals zitten van Stormwind. En dan moet je, geloof ik, één nemen die in een hoek zit. Ja, maar hoe kan ik zien wat de naam is? Want ik zie alleen een tandwieletje. Nee, je gaat met je muis eroverheen en dan kom je ergens in de onderhoek te staan waar dat heen gaat. Exo Dark, kan dat kloppen? Stormwind? Ja, dat kan Iron kloppen. Iron Force en Darnassus. En Darnassus, daar moet je heen. Darnassus. Als ik het goed heb. Ik hoop het. I trust you, I follow your steps. Ik kan zelf nou niet op WoW, dus. Nee, dat klopt. Jij speelt altijd op dit karakter natuurlijk. Ja. Oké, ik zit nou in een gebied van Darnassus. En dat map opent, dan moet het, hoe heet dat? Hoe heet dat, zei je? De Temple map. Gardens, Warriors Terrace. Ook uitzonden misschien? Je moet naar een plek toe met allemaal groen. Het is een ronde plek. Is het toevallig Dolanar? Dolanar? Ik weet het niet, wacht. Zal je eens een map sturen van waar die pet zich bevindt? En sowieso zijn mensen gewoon kapot jaloers. Waarom is die wereld zo groot, hè? Het is zo verschrikkelijk groot allemaal. Vind je niet? Het is te groot. Ik denk het wel dat dit het grootste spel is dat er bestaat. Denk ik zeker wel hoor. Dat weet ik wel niet. Ik speel zelf ook Guild Wars. Oh, ja, dat ken ik ook. Dat vind ik ook nog wel heel groot. Dus, heb jij deel 2? Ja. Is het beter dan 1? Ik speel nog maar net Guild Wars, dus ik heb de 1 nog nooit gespeeld. Oh. Ja, want die heb ik dus wel gespeeld. Ik heb zo'n hele dikke doos liggen. Dat is wel fijn in Guild Wars. Je betaalde eigenlijk eenmalig en je kon eigenlijk voor altijd spelen. Het nadeel was dat je level 20 max kon worden bij deel 1. Ik heb wel gemerkt dat heel veel karakters om me heen level 30 zijn. Ik zie wel Swift, Massaber. Ik zie allemaal panthers hier. Dat is de map waar hij dan komt. Ik heb het onder... Oh jee, moet ik daar op klikken? Ik weet niet of mensen het kunnen zien. Nee, die zien gewoon mij in game nu. Even kijken. Wowhead. Als je dan iets van WoW wil weten, dan moet je altijd naar Wowhead toe gaan. Daar heb ik ook alles weg. Jeetje, hoe kom je daar nou weer, joh? Wintercrasp, heet het zo? Geloof het wel, ja. Staat niet in mijn map, hoor. Dan heb ik toch wel de verkeerde gedaan. Ja, nou ja, dat maakt niet uit. Ik bedoel, het is gewoon geweldig om dit te zien. En ja, ik zou zeggen bedankt voor het, opnemen van jouw karakter in de game. Ja? Ja, en ik wens je heel veel succes met dit karakter verder. En heel veel speels ze nog. Dank je. Oké. En natuurlijk jullie kijkers, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je een leuke video vond. Geef een groen duimpje. Vergeet te abonneren. Geef zeker een groen duimpje voor de kermis die je eigenlijk haast nooit ziet. Als je WoW niet speelt natuurlijk. Dus het was leuk om dit een keer te zien. Nou, dag mensen. Doei doei. Hoop dat